We zijn al heel ver in zeg maar het genezen van een grote groep van die mensen met deze ziekte. Maar we zijn nog niet daar waar we wezen willen, namelijk een chronische ziekte maken. Zorgen dat de mensen die het krijgen in ieder geval niet overlijden aan de ziekte. En voordat we zover zijn, zullen we nog heel wat geld aan moeten boren en heel wat onderzoek moeten doen. Want het is een vrij ingewikkelde ziekte, maar we zijn op de goede weg. Dus hoe hard is dat nodig? Nou, iedereen in onze omgeving kent wel mensen met de ziekte. En ja, we weten allemaal wat het doet met een familie als iemand komt te overlijden aan deze ziekte. En dat willen we graag in de toekomst proberen te voorkomen. En daar is dit heel hard voor nodig. Ik heb zelf heel erg met de ziekte te maken gehad in mijn gezin. Ik heb een moeder die overleden is 2 maanden geleden. En als je dan ziet hoeveel mensen mee aan je denken met dit soort dingen te doen, ja, dat brengt je echt ontzettend veel goeds. Ja, 1000 leerlingen die dan water dragen, misschien hebben zij die impact niet helemaal door. Kan jij die impact op jouw leven uitleggen? Ja, je komt in één keer veel te dichtbij dan dat zou moeten en iedereen krijgt ermee te maken. En als jij ziet hoe dingen veranderen door één zo'n ziekte, wat het allemaal kan aanrichten in een gezin, in een familie, met jezelf vooral, dan is het echt goed dat er nu zoveel geld wordt opgehaald dat er echt wat aan kan gebeuren. Want als iedereen dit zou ontvangen, dat zoveel pijn zou doen, ja, dat is echt niet, is geen doen voor iedereen. Kanker is niet alleen iets van oude mensen. Iedereen van die kinderen kent al wel iemand in hun familie of in hun buurt die deze ziekte heeft gehad. Dus hoe leuk vind ik het dat kinderen hier aandacht aan schenken? Fantastisch, want iedereen zou dat moeten doen. Want 1 op de 3 mensen krijgt kanker, dus iedereen kent iemand met kanker. Dus je moet er ook allen achter staan. En ja, dat kinderen dit doen betekent dat zij het dus ook een warm hart toedragen. Ik vind het heel bijzonder wat de leerlingen vandaag gedaan hebben. 1000 leerlingen, we hebben gevraagd of ze in het wit wilden komen. En we hebben water naar de zee gedragen, letterlijk en figuurlijk, maar we hebben een mooi, in dit geval, steentje bij kunnen dragen. En dat is belangrijk. Je geeft als school niet alleen wiskunde, Engels of wat dan ook, maar je geeft ook iets anders mee aan die kinderen. En dat hebben we vandaag proberen te doen. Je opent de memory wall. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik mag als eerste een foto ophangen dan, of wat dan ook. En het is vandaag voor mij sowieso al een hele bijzondere dag, omdat vandaag dan ook officieel mijn moeder jarig was. En dan mag ik dan ook als eerste een foto ophangen van mijn moeder. Ja, dat vind ik heel bijzonder.